Hallo allemaal, ik ben vandaag met Thijs. Thijs is de broer van Isabella en dus ook mijn neef. Wij gaan lekker mukbangen, want... Bizar hard bunkeren. Ja, daar hebben we gewoon heel veel zin in. Lekker. En oh shit, er staat niemand. Kut, ik dacht dat er mensen staan. Ja, maar dat is wel helemaal... Ah, doe gewoon even een rondje van kipnuggets en dan gaan we daar nog even door. Ja, of die Chicken Big Mac, die wil ik zo graag proeven. Doen we Chicken Big Mac en Chicken Mac en doen we daar nog een rondje. Ik heb zoveel zin in Mickey. Ja hoor, doe maar 1 Chicken Big Mac en 1 keer 6 kipnuggets. Maar jij nog saus bij? Nee. Nee, was hem. Moet je achter nog 5 mag doorheen? Yes, thank you. Yeah. Yes, dank je. Wat zegt ze nou? Nee, weet ik veel. Heb jij dat niet op social media gezien? Die Chicken Big Mac? Jawel, maar ja, ik denk ik gewoon hoop dat iemand lekker ging bestellen. Ja, maar ja, ik moet hem wel hebben. Kijk, ik moet hem gewoon proeven. Ik heb ook wat vragen. Oh. In mijn story gezet. En? Ik heb vragen gevraagd van wat is nou altijd al wat je aan een jongen had willen vragen, maar niet durf bijvoorbeeld. En was eruit gekomen? Ja, dat gaan we zo bespreken. Oh, nou, lekker tijdens het eten. Ja. Misschien eet ik ook wel eens een varken net zoals Isabel. Ja. Isabel en al die mukbangs in het begin echt zo van zo, Isabel die eet echt als een varken en ja, wat zeiden ze nou allemaal? Ja, dat was allemaal goed om gelachen weer thuis. Ja. Ja? Natuurlijk. Heb je dat ook gezien? Ja. Ja, want jij, hoe kwam jij hierop? Nou, we zaten een keertje een avond met vrienden en toen zei ik, nou goed, Isabel die doet natuurlijk ook helemaal met Sarah. Ja. En toen gingen we die filmpjes weer terugkijken en toen moest ik raak zo lachen dat ik dacht, nou ik wil eigenlijk ook een keertje bunkeren. En dan moet je dit ook terug gaan kijken op zo'n avond. Ja, is dat leuk? Ja joh, ik vind dat prima hoor. Ja, leuk. Nou, ik ben altijd in. Yes. Dankjewel. Maar ja, we moeten straks wel inderdaad echt... Of, ja, ik hoop niet dat we straks achter een bestelling zitten dat mensen een ijsje gaan halen, weet je wel, nee, na het avondeten. Nee, dat moet je niet willen. Nou, je moet gewoon even eigenlijk een beetje kijken naar het type mensen. Kijk, ik kan even zo'n grote beer binnenlopen, ja. En dan weet je dan dat goed is. Ja, ja, Isban, ik ging dit ook een keer doen, maar dan overdag. Maar ja, dan gaan heel vaak mensen gewoon een cola halen of weet je wel, een ijsje of een koffietje. Ja, daar heb je net niks aan. Nee, dus wij zijn er echt wel 3 keer doorheen gegaan. Ik ben echt... zo benieuwd naar die Chicken Big Mac. Nou, ik zou zeggen, ga je gewoon. Ja. Maar je hebt nog wel meer honger, hè? Van? Dan ja, tuurlijk. Hallo. Ik wil sowieso ook frietjes en al. Oh, best. Zo, daar hebben we hem dan eindelijk. De Chicken Big Mac. Ja, ik ben echt late to the trend. Mm. Maar dat is echt... Ik ga nog net een zonnetje hier. Nou, hoe ga ik dit eten? Ik ben een goede klapper. Oh. Wow. Het is wel goed fout. Oh, gaan Big Mac, hè? Huh? Ja, het is wel heftig, want er zitten echt 2 van die grote kipdingen op. Het ziet er wel goed uit. Wil je het proeven, hè? Ja, na een paar van die uur. Lekker man, ik had echt gewoon even zin in een keer van. Zo. Ik heb ook lang geen Mac-up. Nee? Maar 2 weken geleden. Zo, is het echt vers. Dat is lekker, hoor. Ja, het hele ding valt uit elkaar. Ja. Ja, ik vorige week in de nacht had ik besteld na het uitgaan. Ja, dan lekker vaak uit in Amsterdam natuurlijk. Mm-hmm. Maar vorige week was het terrasfestival. Dat was zo fucking leuk. Dat was echt heel leuk. Ja, we wilden er eerst ook heen, alleen... Nou, het weer zat natuurlijk wel een beetje tegen. Ja, dus... Nee, ik ken hem bijna ontleden, man. Ja, dus echt niet maar... Dus even het vorige rechtje. Dus dan krijgen we een filo vis. Ja. Ah, weet je wat Isabel en ik toen hadden? Vegan kipnuggets en een jus d'orange of zo. Ik krijg er gelukkig geen maagzuur van. Ja, godverdomme. Maar ik vind deze echt... wel goed, toch? Goed gekeurd. Ik geef hem een 8. Ach ja. Een 8. Dat kan ik ook wel mee leven. Ik vind deze nou lekkerder dan die normale. Ja, ik weet niet, maar ik ga er toch voor de normale. Ja, ik denk het ook. Die is toch echt, ja... Ik vind het leuk om het gewoon even uit te proberen, maar... Toch misschien een ander sausje bij. Het is ook echt de Big Mac saus met de vlees. Ja, lekkerder. Ja. Go. Zou ik een vraag erbij pakken? Ja. Ja. Influenza. Wat vinden jongens ervan als een meisje op hun afstand? Ik vind het denk ik wel leuk. Ja? Ik vind het niet, het ligt er ook een beetje aan of ik met diegene al een tijdje oogcontact heb gehad. Dan vind ik dat wel leuk. Heb jij veel oogcontact? Maar ik heb veel oogcontact. Je hebt zeg maar altijd één keer met mijn idee echt, zeg maar, vanavond gaat stappen. Dan valt er eentje altijd wel redelijk op. En als je daar oogcontact mee hebt en dat voelt wederzijds een soort goed. En, nou goed, diegene die stapt op je af. Dan vind ik het wel leuk, zeker. En goed, als er iemand, weet ik het wel, veel vragen voor me afstand, vind ik het helemaal niet erg hoor. Nee. Maar, terug op je vraag. Nee, vind ik niet erg.
Dat vind je wel leuk. Maar heb je het liever zelf of vind je het leuker als dan... Ja, ik weet niet. Dat is echt een beetje het moment. Dat durf ik niet... durf ik niet echt te zeggen. Nee, het moet gewoon... Ja, het moet goed zijn. En ja. Zoals ik zei met het oogcontact, als dat allemaal leuk is dan... En stel iemand stelt op je af, het echt totaal niet je type is, hoe ga je daar dan mee om? Gewoon aardig blijven. Aardig blijven. Ja, jij bent altijd wel echt aardig tegen iedereen. En blijf gewoon op een aardige manier en goed. En ja, dan zeg ik ook gewoon eerlijk, zeg voor dat, zij, dat je merkt dat zij misschien wat meer erachter zoekt, dan zeg ik ook gewoon heel eerlijk dat ja? ik... Durf je dat te zeggen? Ja, ik zou, ik zou gewoon op een eerlijke... Ja, maar het kan gewoon op een eerlijke manier, gewoon als je het gewoon netjes tegen, ja. tegen de zegt van, goh, het is toch niet... Mijn, ja goed. Ik denk dat jij er anders in staat als dat ik sta. Nee. Ja, ik kan gewoon niet tegen confrontatie. Nee, op ik ben moment... bang hoe diegene reageert. Ja, maar op een gegeven moment als iemand echt soort vervelend wordt, denk ik, nou hier heb ik echt helemaal geen zin in. Dan is het ook wel van, you. Ja, mazzel. De mazzel. Oh, daar gaat er nu wel iemand in. Kijk daar. Twee jongens. Nee, en een meisje. Oh, nou een jongen en een meis. Let's go. Ik heb nogal honger hoor, voor mijn gevoel heb ik echt net drie spieten. Ik lust er ook nog wel eentje. We hebben ook helemaal geen drinken of zo nu. Nee, waarom? Nou, ik ben benieuwd. Jij moet het zeggen. Ja. Ik word weer voor het karretje. Ja. Oké. Okay. Even kijken, nou dan pak ik denk toch deze, want die waren al sneller klaar. Ja. Vandaag Middellandse wachtopstelling. Mogen wij dezelfde bestelling als degene voor ons? Jazeker. Even kijken, dat is twee keer met kleurig karamel Maltese. Oeh, ja, ik heb eigenlijk nog niet zo heel veel zin in ijs, maar er komt nu net iemand naast ons staan. Ik hoop dat... Je moet hem nu wel eigenlijk, hè? Ja, maar dit is toch niet te beren, man. Ik heb helemaal geen zin in ijs. En die daarvoor. En die dame, wat gaat die doen? Ja, dat weet ik zo meteen pas. Zo moet hij wel even wachten. Ja. Ja. Oh, wat een droefnis. Meer gevleugd. Nee, daar heb ik ook echt geen zin in gehad. Ga jij verder eigenlijk nog op vakantie? Oh, daar komt... Oh, dat is ook eentje. Ja, ik ga nog naar Split even hier. Als hij zo meteen die bestelling heeft en wegrijdt, dan heb ik die bestelling weer, dan zeg ik dat, ja? Ja. Nee hoor, als maar geen ijs is. Nou, ze helpt wel leuk. Ja, ze helpt goed mee. Ja. Oh, maar je gaat nog naar Split, leuk. Stan is er ook geweest. Ja, ik ga met, ja, misschien ken je, Dani Bollinger? Dani? Nee. Nou, we zaten op werk en we zeiden tegen elkaar, joh, zullen we nou nog gaan, want ik ben natuurlijk naar Amerika geweest in april. En dat was natuurlijk ook al best wel wat in het begin van het jaar toen ik naar Curaçao. Ja. En toen dacht ik opeens van, ja, maar weet je, ik zag iedereen in de zomer weggaan en ik denk, oh, ik wil ook gewoon nog even benaderen, even naar de zon. Ja. Dus, ja, goed, en dan ga je nog naar Nerga. En naar Nerga ga ik ook nog, alleen dan moet ik even aankijken hoe ik dat met mijn werk een beetje netjes doe. Alleen, ik heb er wat... Heb je nog vakantiedagen over? Ja, ik heb er nog zat, ook van de vorig jaar om gespaard. Oh, maar jij bent natuurlijk wel heel lang naar Amerika weg geweest. Maar 2 weken. Oh, was het maar 2 weken? Over mijn gevoel was dat echt een maand of zo? Nee, dat niet. Kunnen we het eigenlijk doorrijden? Het is €26,95 dan. Ah, kijk, dat is goeie. Oké. Okay. Ja, dat is top. Precies hetzelfde. Ja. Super. Super. Oh, dit is top. Ja, dan hopelijk heb je al... wordt dit even een goede. Dan heb je wel een goede bestelling, hoor. Een goede bestelling gedaan, ja. €26. Hier zegt iemand, waarom kunnen jongens niet communiceren? Ah, vind ik een hele goeie. Goed, waarom kunnen jongens niet communiceren? Ik heb het ook altijd een beetje last gehad. Ja? Ja, ik ben natuurlijk 4,5 jaar en ik was ook een beetje een lulletje in communiceren. Ja, maar waarom dat, was dat? Ja, wij dachten er altijd heel makkelijk over, terwijl eigenlijk iets heel simpels laten weten voor een vrouw eigenlijk al meteen, ja, hoe moet ik dat zeggen? Ik heb soms het idee dat mannen denken van, ja, maar dat weet ik, dus dan begrijp je dan toch dat wel, begrijp je vriendin wel, ja. Zo denk ik gewoon, dan snap jij dat toch ook wel, weet je wel, een beetje zo, terwijl inderdaad een vrouw die wil gewoon... Hallo. Ja, hoi. Tot even. Nee. Okay. Nee, dat scheelt echt een over. Ik heb al geen zin. Wat is het niet? Ja, je hebt geen zin in ijs nou. Ik wil hem wel trekken. Dat gaat wel een goede steady keuze. Ja? Oh, top. Oké, toppie. Ik mag gewoon niet. Nee, maar goed, over het communiceren. Ja, ik moet zeggen, jongens zijn daar gewoon heel slecht. En waarom, weet ik niet. Ik denk dat wij er een stuk makkelijker uitgaan. Ik denk dat jullie het vaak ook niet eens kwaad bedoelen. Nee, helemaal niet. Absoluut niet. Maar er toch ontstaat er dan wel een conflict. Van ja... Waarom laat je dat niet even weten? Waarom zeg je dat niet even? En dan denken wij er bijna van, joh, goh, ik heb gezegd ik ben zo laat thuis. Maar dan zeg je weer niet wat je hebt gedaan. Bla, bla, bla. Hoi. Oh ja, tuurlijk. Oké, we hebben Oh yes, we willen drinken. Lekker, man. Ja, ik heb dorst. Wat is het? Straks we hebben hier frisje. Het bonnetje, hè? Oh ja, wil je kijken? Nee. Oh yes. Lekker. Lekker, man. Cola. Oh, daar had ik echt zin in. Ik had echt geen zin in Fanta of zo. Nee, en vrouwen die willen gewoon, die willen het gewoon het liefst tienker horen. Ja. Zo. Super. Zo, dankjewel. Heel snel. Super snel.
Hey, hut. Laat die vrouw eerst gelukkig worden. Ja, uiteindelijk leer je er ook van hoe een vrouw denkt. Dus als ik het nu denk in het vervolg een keer zou gebeuren, dan weet ik wel hoe ik er zou moeten reageren. Maar ja. Het klopt inderdaad dat mannen slecht communiceren. Ja. En niet eens altijd bewust. Nee, dat geloof ik ook zeker wel. Maar ik vraag me dan af hoe dat onder mannen onderling gaat. Hoe bedoel je? Nou, communiceren jullie dan ook niet? Nou ja. Of ja. Is dat? Ook een soort slecht ook wel, hoor. Ja. En zeker ook als het gaat om dingen last minute of zo. Ja, maar je hebt echt een vriendengroep, dan is het ook gewoon jongens, maand van tevoren gaan zullen we nog een keer een weekje op vakantie. Ja. Er wordt bij ons helemaal niks uitgedacht of iets. Ja, en vrouwen die plannen het hele jaar vol. Ja, tuurlijk. Je ziet ook van die TikTok-filmpjes dat je met hun vriendin zie je alles regelen. Nou, ik had precies hetzelfde. Ja, op vakantie. Oh, ik heb alles uitgestippeld en hier gaan we heen en dat gaan we doen. Ja. En die man denkt echt, nou, ik volg jou. Ik ga wel gewoon zitten. Blijf lekker zitten. Ja. Zet maar op. Nou, the moment of truth. Er zijn some snacks. Oh, yes, frietsaus. Lekker, man. Frietjes! Yes! En kipnuggets. Nou. Dat is wel veel, maat. Ja? Yeah. Oké, hier zit alleen friet en kipnuggets in. Oké. Ja, wij wilden veel. Ja. Heb jij ook friet? Ja. Yes! We hebben allebei een eigen friet. Oh, dat vind ik top. Wat heb jij een handige auto met dat regeltje? Ja, kijk, ik heb een McChicken. Mm. En ik heb een spicy McChicken. Mm. Oh, dat is mijn favoriet. Zo, dit is echt een topbestelling. Een goeie, jongen. We gaan dit allemaal neerzetten. En we hebben ook nog kipnuggets. Ja. Oh. Stinkt heel mijn auto natuurlijk weer een week naar de mee. Ja, dat is echt zo altijd. Kijk, heb je nog servetjes? We kunnen wel lekker gaan bunkeren hoor, jongens. Zo, lekker nog lekker eten. Moet je nog saus erbij? Ja, sowieso. Ja. Kijk, een leuk vraagje. Kijken jongens echt alleen maar naar uiterlijk. Grote borsten, billen, et cetera. Ik zou ontkennen als ik niet zou zeggen dat ik het mooi vind. Maar op het moment dat een innerlijk bij een vrouw, kijk, het is allemaal hartstikke leuk. Ja. Natuurlijk, je moet daarnaast wakker worden, laten we dat voorop stellen. Ja. Maar ik vind wel dat als een vrouw een innerlijk hebt wat niet bij je past, ja, dan is het voor mij ook een no-go, hoor. Ja, kijk, tuurlijk, je mag je ook knap zijn, maar het belangrijk is dat je tot iemand aangetrokken voelt. Ja. Dus zeg maar, voor iedereen is dat natuurlijk ook weer anders. Tuurlijk. Maar ja, uiteindelijk is het niet de doorslaggever van. Nee, kijk, en ja, natuurlijk is het hartstikke mooi, maar ja, uiteindelijk als je er 2 maanden met diegene gaat. En dat gaat, qua innerlijk krijg je een verschrikkelijke discussie, want het past gewoon totaal niet. Ja. Of je gaat jezelf er dan erger. Ja, daar heb je ook niks aan. Nee, dat is niks voor mij, hoor. Maar goed, vaak heb ik als ik een leuk iemand zou tegenkomen en die heeft toevallig dat alle twee. En ik merk in het gesprek wel eigenlijk dat het niet mijn ding is, dan is het, houdt het voor mij ook gewoon op, hoor. Ja, misschien in eerste instantie zou je erop afstappen, want dan denk je van, oh, nou, ja, leuk, natuurlijk. Leuk, weet je. Ook wat, ja. Ja. Maar als je dan inderdaad verder in gesprek gaat, dan kan je er gauw achter komen of het wel of niet past. Ja. Goeie vragen. Nou, jij geeft ook goede antwoorden. Oh, nou. Vind je meiden die geen alcohol drinken saai? Nee. Nee? Terwijl jij wel echt lekker van een drankje hebt. Ik hou zeker van een drankje. Maar goed, vaak mensen die geen alcohol drinken, zijn vaak ook gezellig van zichzelf. Ja, maar goed, dat verschilt niet per se, ook. Dat verschilt ook. Ik hou er, persoonlijk zou ik het wel heel leuk vinden als diegene ook gewoon van een drankje houdt. Ja, gewoon, ja, het klinkt stom, maar het is gewoon net even gezelliger. Ja, dat je samen een wijntje kan even doen. Ja, natuurlijk even het randje, het stralen randje eraf. Ja, ja, maar dus niet. Nee, als ik iemand echt heel leuk zou vinden, ja. Ja, nee, prima. Het zou misschien af en toe wat beter zijn voor mij. Ja. Nu ben je weer single. Ben je helemaal in de party hardy lifestyle? Of? Ik doe makker, ja. Ja. Kijk wat er gebeurt. Je hebt ook gewoon druk. Daarom veel werken. En als ik ga stappen en zo, ja. Niet dat ik ben er niet zo mee bezig of zo, joh. Nee, gewoon. Een leuke avond hebben. Ja, tuurlijk. Zie je wat er gebeurt. Ik ga een kipnuggetje nemen. Wat voor sausjes zijn dit? Barbecue curry. Pikante mosterd. Barbecue curry? Nee, curry. Oh. Sorry. Curry, curry. Oh. Die neem ik echt nooit. Ik ga zo handig naar de sportschool. Ja, ik heb net gesport. Ja, beter. Ja, ik dacht ik ga lekker sporten. Dan krijg je wel een mooi fotootje van je. Ja. Oh, dat was zwaar, joh. Maar zeker om zo'n fiets zeker? Nou. Dat doe ik ook wel eens, Rowcycle, maar in mijn sportschool hebben we een nieuwe, dat heet de Booty Club. En dan ga je dus een uur lang je kont trainen. Nou, dat is zwaar, maar het is wel echt heel leuk. Het is echt, dus als jij misschien twijfelt van, oh dat wil ik doen, nou, ik zou het echt aanraden, want het is heel leuk jongens. Maar het is wel heel zwaar. Ja? Ja. Heel zwaar. Heel zwaar. Heel zwaar. Wat vind je de beste basis voor een relatie? Al bevriend of onbekend? Een onbekend iemand dan? Jezus. Ja, je wordt die is moeilijk. Hè? Ja.
Ja, het heeft al zijn voordelen. Ja, ik weet niet. Zo, dat zou ik moeilijk vinden. Maar ik moet zeggen dat mijn relatie ook begonnen is. Wel onbekend. Ja. Maar we zijn eerst eigenlijk echt heel lang gewoon met elkaar omgegaan. Een beetje leuke dingen gedaan. Ja. We hebben niet echt toen een label aangehangen. Eigenlijk gewoon een beetje van, joh, we kijken wel. En goed, dus uiteindelijk dan een beetje uit de soort toch dichter naar elkaar toe groeien. Meer dingen gaan doen. Krijgen een relatie. Ja. Maar ik kan ook best begrijpen dat als je het vriendschap, je kent elkaar al jarenlang. Je kent de mensen die met elkaar omgaan, die kent iedereen. Maar goed, als het dan overgaat, maakt het ook een stuk moeilijker als je blijft in de omgeving. Ja, dat is inderdaad, stel je, het is uit de vriendengroep of zo. En dan is het uit, dan gaat er gewoon iets veranderen. Want dan gaat het gewoon een beetje awkward worden of zo, Nee, je komt elkaar tegen en kijk, je ziet toevallig een keer je ex dan met iemand praten of zo. Kijk, dus al in de beginfase zal dat niet heel leuk zijn. Nee. Maar ik denk wel dat de basis van een goede relatie wel ook vriendschap is. Ja, sowieso. Want je moet wel elkaar als maatje zijn. Ja, dat is gewoon belangrijk. 100%, helemaal met je eens. Ik vind het wel grappig dat sommige mensen bijvoorbeeld jaren bevriend zijn. En dan opeens staat een soort die vonk toch over. Ja. En dat ze dan een relatie krijgen. Ja. Ah, is ook wel leuk. Ja. Tuurlijk. Sommigen verwacht je het niet. Nee. Had jij bij mij verwacht met Stan? Nou, maar ik kende Stan niet. Oh, jij kende Stan niet? Nee. Nou. En Isabel zei laatst tegen mij dat ze het echt totaal niet uit zag niet aankomen. Niet had nee. Dacht, nou, ik dacht echt... Nou, jij gaat ook lang met Stan? Ja. 2 jaar, 9 maanden. Godverdomme, tijd vliegt. Zo, tijd vliegt echt. Nee, je wordt te snel oud. Ja. Hoe oud ben jij nu? 24. 24, ja. Ja, ik ben alweer 22. En ook door gewoon bed, gewoon als je werkt, kijk, tijd gaat gewoon snel. Ja, de weken vliegen voorbij. Vliegen gewoon voorbij. Praten jongens onderling over meiden die ze leuk vinden? Ja. Ja? Ja, 100%. Oh, ik vind het ook zo leuk. Ja, want ik praat hier nooit over met jongens of zo. Mm. Zeker. Maar echt dat je ook gevoelens hebt of meer gewoon van, oh, die vind ik gewoon leuk, wat moet ik doen? Of... Nee, ik heb, zeker. Ook, vraag je ook adviezen? Adviezen worden ook met elkaar gedeeld. En bepaalde blijdschappen als ze iemand echt heel erg leuk vinden, wordt ook met elkaar gedeeld. Wat cute. Dus ja, zeker. Cute, ja. Hoor. Denk je dat dat ook per vriendengroep verschilt? Of? Nou, ik denk dat iedereen dat... Ja, kijk, onze vriendengroep, althans, ik weet met mijn vrienden dat als ik een keer iemand, of nou, weet ik dat had ik toen met mijn vorige relatie, tegenkomt en dingen gaan worden leuk, zeg maar. Je krijgt een beetje dat je een beetje verliest. Grappig. Nou, ze ga je zeker een beetje over praten hoe blij je bent. Ja, leuk. Zeker. Wow, dit is een hele lange vraag. Nou, kom maar op. Is het gebrek aan vertrouwen in hun vriendin als jongens bezorgd zijn over het... Wow. Oh ja, dus stel je vriendin gaat dan met andere jongens chillen of uit of weet ik veel. Ligt het dan het vertrouwen dat je je vriendin niet vertrouwt of de jongens niet vertrouwt? Nee, het ligt aan het zelfvertrouwen van de jongen. Ja, dus van de jongen zelf. Het zelfvertrouwen van de jongen, ja. Ja. Althans moet ik zeggen, kijk, het ligt er ook aan, ga je gaat ze met een jongen mee waar ze een verleden mee hebt gehad? Mm. Of weet ik veel wat, of misschien dat er een keer wat gebeurd is of dat er al een keer wat heb gespeeld. Kan ik het enigszins nog begrijpen. Maar goed, dat meisje kiest voor jou, dus dan moet je ook de zelfvertrouwen hebben. En ik vind anders, als zij dat verkeerde pad kiest, dan moet je als jongen ook kunnen zeggen van joh, de mazzel. Ook al is het heel moeilijk. Eens. Maar het is een beetje, althans, uit mijn eigen ervaring is het een stukje zelfvertrouwen. Ja. Ja, en misschien ook het vertrouwen dat je vriendin ook weer aan jou geeft van joh, er is niks aan de hand. Nee, dat je precies, wel, precies. Moet een beetje maak je niet druk. Ja. Ja. Zo, ik, iedereen denkt naar deze video, oh, die Thijs vind ik zo leuk. Leuke jongen, kom maar door. Nou, zou het. Ja, misschien. Nou, zit het knal in mijn auto? Nou, zwaar. Ja, wat vind je van de rekening betalen op het eerste date? Nou, als iemand dat niet doet, mag je van mij meteen een PTZ weglopen. Dus ik vind als jongen zijn er moet. Oh, als jongen. Je moet betalen. Ja. Moet. Ja? Ja. Tweede, derde is ook. Het zo? Ja. Nee. Ja? Gewoon van, I got you. Ja, maar ik ga daar ook, dat is bij mij geen discussie, nee. En waarom vind je dat zo belangrijk? Nou goed, ik heb ook een keer de vraag gekregen natuurlijk. Wie vraagt wie uit? Vraagt het meisje de jongen uit? Ja. Maar goed, dat kan dan nog een soort, dat ik denk, nou... Maar dan nog, nee, ik vind gewoon, dat principe is dat denk ik. Ja. Nee, ik vind dat een beetje raar. Nee, ik vind dat ook. Kijk, heb je een relatie, dan vind ik split heel normaal. Ja, dat is logisch. Ik bedoel, het is niet dat een man altijd alles hoeft te betalen, maar het laat toch wel een soort zien van, weet je wel, komt goed, ik zorg voor je, weet je wel. Een vrouw heeft ook wel een beetje zorgen, een man nodig die voor de zorg, tuurlijk. Weet je wel. Maar het is wel leuk, joh. Kijk, als je met een meisje zit eten gaat, ik vind dat je dan gewoon moet betalen. Mm-hmm. Ja. Staat gewoon netjes. Doe even een beetje dakje op, het begint hier neidig warm te worden. Het begint dus sauna te worden. Ja. Helemaal leuk die vragen, ik vind het helemaal leuk.
Dat is ook wel mooi. Wanneer is een jongen serieus en wanneer gebruikt hij je? Zijn er signalen? Maar nou, het beste signaal, althans, als ik mezelf dan een beetje... Als je een meisje echt heel leuk vindt, dan sta je 24/7 voor de deur. Ja. Dus ik heb geen tijd, eigenlijk een smoes. Nee. Ja, dat is wel echt zo. Als hij het echt wil, dan wil hij. Ja. Dus... Nou, kijk, en laten we zeggen... Heb je een keer met werk dingen dat je... Ja, precies. ...overloopt of weet ik het allemaal begrijpelijk. Maar goed, als je dan echt een meisje echt heel erg leuk vindt, dan zeg je niet snel af. Nee. We zouden er wel echt alles aan proberen dat het dat je er ziet. Oké. Okay. Goeie, ja. Het is gewoon goed om het best uit een jongen te horen. Ja, maar goed, ik ken er niet over liegen, ja. Nee. Het is zo, ja. Waarom zijn jullie meestal geen appers? Ik weet niet of jij dat heel erg bent, maar... Nou, ik ben op zich wel een apper. Ja. Sommigen niet. Ik denk dat dat ook heel erg per persoon scheelt, hoor. En of je een apper bent of niet, maar ook qua meiden. Sommige mensen zijn gewoon heel erg op social media, sommige niet. Sommigen die zijn wel, maar het is natuurlijk niet goed om de hele dag op je telefoon te zitten. Maar goed, ik betrap mezelf wat vaak ook wel eens op dat ik even iets te lang erop zit. Zo, heb je TikTok? Ja, verschrikkelijk. Het is gewoon veel te leuk. Het is zo... En elk filmpje is wel lekker om te kijken. Ik heb denk ik nog nooit zo'n verslavende app gehad. Nee, het is bizar, het is echt niet normaal. Echt, dan denk ik ook, ik ga lekker slapen. Maar die reels ook, jongen. Ja. Ik zie natuurlijk altijd die gasten die filmen, fantastisch, hoor. Ja, oh, dat vind ik zo leuk. Maar dan denk ik altijd van, oh, ik ga slapen, ik ga even op TikTok nog, weet je wel. En dan is het gewoon 2 uur verder. Ja. Dan denk ik, no, maar ik wil op tijd naar bed. Tijd gaat veel sneller als TikTok zitten kijken. Ja, afgezien. Maar ja, het is ook wel weer mijn werk, dus ook wel weer leuk. Je bent natuurlijk de hele dag bezig met social media. Ja, soms word ik ook wel echt gek van, hoor. Oh, je hebt hem altijd bij je. Altijd. Ja. Maar ik vind het echt fucking leuk, want het is iets wat ik altijd al doe en altijd al leuk vind. Ja, vroeger als ik fijn vind. Altijd video's maken en weet ik het al. Ik vind het geweldig. Ja, het is soms wel dat je er constant mee bezig bent. Het is soms gewoon vermoeiend. Ja, dat snap ik, ja. Soms wil je gewoon even... Zo, die vliegtuigen hier zitten bij Schiphol. Soms wil je gewoon even niks, weet je wel. Ja. Maar dat vind ik wel weer lekker met sporten bijvoorbeeld. En vooral met zo'n lesje. Ja, maar je doet nu toch ook die dagen dat je woensdag, donderdag, vrijdag, doe je zomaar 1 vlog. Ja, ik doe gewoon van maandag tot zondag 1 vlog. Ja, niet elke dag, hoor. Nee. Ik vind dat echt respect voor mensen die dat doen, hè. Gewoon Enzo Knol en zo. Ik weet en editen en alles. Gio, die hebben gewoon elke dag een video. Ik vind dat echt... Ik vind dat ook knap. Zo knap. Moet je gewoon elke dag editen, hè. Ja. Elke dag. Zo, maat, er zijn er ook nog 9. Oeh. Heb je hem op? Ja. Kan niet meer, hoor. Jij bent groot, hè, sir. Waarom ze zoveel in de spiegel kijken en zichzelf helemaal het mannetje vinden. Oh, ja. Nou, dan kan je het ook wel goed in vinden bij jou. Ja, daar heb ik er soms af en toe wel een beetje moeite mee. Ja. Nou, ja. Vind ik af en toe wel leuk. Ja. Wat is dat, ja? Ja, wat is dat? Dan moet ik zeggen dat een beetje... Ja, het moet niet te veel zijn, dat ben ik absoluut eens. Maar een beetje zelfvertrouwen is af en toe wel een beetje... Ja, gewoon leuk. Ik weet niet wat het is. Ja. Ik zit er een beetje in. Ben je wel echt trots op jezelf? Nou ja, ik kan altijd beter, hè. Ja, oké. Okay. Maar nee... Gewoon even checken van hoe ziet ik ben over het algemeen wel blij van hoe ik ben, hoor. Ja. Dus. Oh, je ziet er ook wel goed uit. Hey, weet je waar ik vandaag aan dacht? Nou. Wat grappig om te vertellen is. Dat wij in groep 1 verkering hadden. Ja, vonden we elkaar leuk, ja. Maar dat is zo grappig, want wij zijn gewoon familie natuurlijk. En wij kennen elkaar letterlijk sinds ons geboorte. We hebben naast elkaar gewoond. En je voelt ook gewoon soort als mijn broer, weet je wel, echt samen opgegroeid. En dan hadden wij opeens verkering, maar waar slaat dat op? Ja, we wisten ineens wat het woord betekende. Nee, maar wij vonden het dan gewoon leuk om samen te spelen en dan mocht Isabel er niet bij. Moest janken. Ik wil ook meespelen. Nou, goed dan. Grappig. We hebben het over bodemdrang. Dat we dat allebei heel erg hebben. Maar misschien zijn we ook wel opgevoed van je eet gewoon je bord leeg. En, ik heb gewoon de hele tijd nog aan mijn riem op. Maar we zijn wel echt opgevoed van je moet gewoon je bord leeg eten. En je eet gewoon wat er op tafel staat. Dus ik heb altijd een soort, ik moet het opeten of zo. Ik vind dat dan zonde. Ik ben er wel blij mee dat ik dat geleerd heb. Oh, 1000%. Ik kan er best wel slecht tegen als we dan gingen we eens uit eten of zo met de mensen. En dan moet je super lekker eten. Ja. En kijk, als je iets niet lust, vind ik ook niet erg. Maar als je het niet geproefd hebt en dan zegt, ja het stinkt, maar daarom ga ik niet eten. Ja, dan denk ik, ja een ei stinkt er ook, dat eet ook iedereen. Nee, maar daar ben ik inderdaad zo blij mee dat we alles hebben leren eten. Alles, sommige mensen zeggen echt, dat lust ik niet. Nee. Kijk, inderdaad, dat je iets niet lekker vindt. Ik heb ook wel dingen wat ik minder lekker vind of gewoon liever echt niet eet. Maar sommigen die lussen, ik lust geen groenten, denk ik, dat kan niet. Want je hebt zoveel groentes. Nee. Waarom, als je altijd een relatie hebt met een jongen, is er ook altijd nog een ander meisje? Maar,
ik denk dat dat eerder haar privé omstandigheden of haar meer aan de, situatie. Inderdaad, aan die jongen dan. Ja, dat weet ik ook niet. Hier, deze vind ik ook wel leuk. Wat is nou echt leuk aan een man zijn? Buiten pissen. Ja, overal kunnen zeiken. Wel makkelijk. Oh. Ja, wat is leuk aan een man zijn? Nou goed, we hoeven niet te bevallen. We hebben geen last van menstruatie. Zo, sowieso minder hormonen. Ik denk dat dat wel fijner van een man is. En ik denk ook gewoon jullie... ja, ik vind mannen stabieler altijd. Onze gedachtegang is ook wat makkelijker. Gewoon een stabiel... Klopt. Gedachte, gewoon... Ah joh, het zal allemaal wel, prima, kom maar goed. Er zit natuurlijk ook helemaal niet regelneven tussen, die bestaan ook. Maar over het algemeen, hè, om even zo over één kant te scheren, zijn mannen wel wat stiller, of in ieder geval wat stabieler, relaxter, gewoon makkelijk. Dat lijkt me echt heerlijk soms. Zeker weten. Ik vind het ook heel leuk om vrouw te zijn, maar op dat vlak lijkt het me heerlijk op een man. Ja. En ik krijg het niet meer op, hè. Nee, dat gaan we wegdoen. Nou, nog eentje. Nou, neem ik de laatste. Ja. Vinden jongens het erg als je een buikje hebt? Nee. Nee? Ik niet. En denk je als je bijvoorbeeld, je hebt het daar misschien niet per se over met je vrienden, maar als je gewoon naar je vrienden kijkt of zo, denk je dat jongens dat heel erg vinden? Nee, denk het niet. Ik denk het niet. Maar tegenwoordig wordt ook zo'n perfect plaatje voor de meid gecreëerd, dus dat is ook gewoon heel moeilijk, dat snap ik ook wel. En het gaat ook natuurlijk in hoeverre als iemand echt ongezond is, dan is het natuurlijk ook weer een ander verhaal. Ja. Maar dat vind ik ook bij jongens. Weet je wel, als iemand echt een ongezonde levensstijl heeft of echt heel ongezond is, dan is het wat anders, maar... Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Als iemand net wat voller is, gewoon gezond. Gewoon iemand gezond, niks. Sommige mensen kicken echt op van die... Feeders. Ja. Nou, die gaan er gewoon vol zitten douwen. Ja, dat vind ik zo ziek. Ik vind dat zo ziek. Ja, mag ik nog eens kijken wat er tussen staat? Kijk, Olaf die reageert. Eindelijk een aflevering met Stan. Wewe Olaf! Ja. Hey. Ik zei al, nou, dat was nu niet. Ja, goed man. Ja, Stan, die moet ik nog een keer zover krijgen om zo'n video met mij te maken. Maar die... hij heeft wel in de weekvlog toen we naar Italië gingen, zijn we ook naar de McDonald's gegaan. Toen heeft hij ook heel even zo... Leuk, ja. Die rechtsbovenbeen. Ja. Ik dacht ook van, die skippen wel. Dat is net niet. Dit vind ik wel een goede vraag. Voordat jullie op date gaan met een meisje, stel je daarover. Nou, wij kunnen ook heel enthousiast zijn als we met een leuk iemand op date gaan, hoor. Ja? Ja, tuurlijk. Ja, echt wel. Dat jij helemaal zo van... Leuk, ja, tuurlijk. Maar goed, dan... Ben je dan ook wel zenuwachtig? Nou, op zich, niet. Merk je dat heel erg aan jou als je zenuwachtig bent? Nee. Nee, en anders zou ik het ook heel eerlijk zeggen als ik zenuwachtig ben. Ja? Oh ja, jij bent wel echt zo gewoon... Ja, maar dat helpt toch? Want kijk, uiteindelijk als ik het niet zeg en dan ga je misschien verkeerde dingen zeggen. En als je aan haar aangeeft dat je... En waarschijnlijk is zij ook zenuwachtig. Ja, en je bent zenuwachtig. Joh, dan vindt ze dat vast niet erg. Maar dan begrijpt ze soms misschien een keer als je een keer wat te verkeerd uitvoert of zo. Maar jij bent sowieso wel gewoon makkelijk in de omgang. Zeg. Oh ja hoor. Want jij kan ook gewoon gezellig met iedereen kletsen. Ja, dat is toch heerlijk? Lekker socialize vind ik heerlijk. Op een feestje ook altijd. Ik ga liever naar een feestje waar ik niemand ken. Ja, jij vindt het ook echt leuk. Ja, hè? Ik vind dat top. Dan hebben we een beetje ons beantwoord. Ja. Nou, ik vond het heel leuk. We gaan het vaker doen. Ben ik weer een beetje rijker geworden aan, aan informatie? Ik heb ook geleerd. Thanks voor alle vragen allemaal. Ja, bedankt voor de vragen. Ja. Ik vond het ook leuk. Leuk om gewoon even een keer met een jongen te doen. Ja, en ook echt een jongensjongen die wel een beetje wat anders beter heeft. Kijk al een keertje. Nou, dat gaan we vaker doen hoor. Ja. App mij maar. Helemaal gezellig. Is goed, gaan we doen. Nou, bedankt voor het kijken. Vergeet zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven als je video leuk vond. En je kan ons ook volgen op Instagram. Dat is @ThijsDenHaan. Nee, je zegt precies goed. Ja, Thijs Den Haan. Geen puntjes of dingen. Nee, heel simpel. Nou, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei! Yo. I'll be on my way now. You just give me a...